Ja. Ja, Charlotte mocht op het knopje drukken. Oh. Dit is, achter ons, is Theater Veluvine in Nunspeet. En we hebben weer een previewavond gedaan. De laatste previewavond. We stoppen ermee. En zowel de voorstelling Mooie Liedjes van Jeffrey met Charlotte, als de voorstelling Eddie voor het leven van mij met Charlotte, hebben we hier vandaag een fragmentje van gedaan. Dus dat was jij goed. Staat op 25 januari. Ja, maar dan moet je iets bijzeggen. Ja. Op 25 januari is het Nationaal Theaterweekend, zeg ik dat goed? Ja. En dan hebben ze hier in het theater een verrassing, een blind date, en dat ben ik dan. Maar ze hebben het niet geheim gehouden, want dat had ik eigenlijk gemoeten. Want anders, ze wilden toch dat de mensen het wisten. Dus het is helemaal geen verrassing meer. Nee. En op de blind date-avond van het Nationaal Theaterweekend kost alles 10 euro. Dus het is heel dodelijk beledigend voor jou en mij, dat onze voorstelling maar 10 euro waard is. Maar in ieder geval, ondanks al deze rampspoedige zaken, proberen we de tent vol te krijgen natuurlijk. En jij hebt van jouw mooie liedjes, waarmee je 23 november in Nunspeet in Veluvine komt, heb je een soort mini-try-out gedaan, want Jeff gaat niet alleen die mooie liedjes zingen, wat erg lekker ging trouwens, je kreeg ze echt mee. Mm-hmm. Maar hij gaat ook stukjes tekst tussen, gewoon dingen, verhaal. Beetje anekdotes. Ja, hij heeft heel veel meegemaakt bij Bolle Jan. Onder andere. In het café Bolle Jan. En daar vertelt hij wat over. En dat was voor het eerst, want je bent een zanger en geen ouwe hoer, ik ben de ouwe hoer van ons. Mm-hmm. En je hebt vanavond voor het eerst ook geprobeerd een beetje tussen liedjes door te ouwe hoeren. Ja, dat ging goed. Ik vond het heel hoopgevend en het kan alleen nog maar beter worden. En jij echt heel leuk. We gaan nu naar huis. Charlotte, knopje drukken. Ja, komt-ie aan. Wou jij nog wat zeggen tussendoor eigenlijk? Want alleen Jeff en ik lullen maar. Ja, heb jij het ook leuk gehad? Doei!